honden zorgen voor een steeds grotere overlast bij buitenplaats Oosterhout in Nijmegen-Noord. Onlangs is nog een reekalf doodgebeten door honden. Het in het nauw gedreven dier wist niet te ontkomen aan zijn belagers en dat werd hem fataal. Wat er de afgelopen week is gebeurd, dat er een door loslopend hond een reekalf is gegrepen. En op de achterkant van zijn lichaam. En ik heb een mevrouw hier gehad die daar verstand van heeft. En die honden hebben het reekalf gevonden. En zij kon vertellen dat het nog aardig lang geleden had. Het is vorige week donderdag gevonden. Maar het probleem is dus dat mensen een hond niet onder appel hebben. En dit soort dingen gebeuren. En omdat een deel van het landgoed zit daar een hek omheen. Dus die beesten die kunnen niet weg. Ze kunnen niet vluchten. Dus ze worden tegen zo'n hek gedreven. En dan gepakt. En ja, dat is wel heel sneu. En een dieptepunt moet ik zeggen. Want het is een particuliere buitenplaats. En je mag er lopen als je je aan die regels houdt. Ik hoop dat de mensen hier ook zeker uit de buurt die hier gebruik van maken. Met ons het landgoed nog in stand kunnen houden. We willen voorkomen dat we het afsluiten. Dat er een hek omheen zetten. Die mogelijkheid is er natuurlijk altijd, want het is aan de familie. Maar de familie heeft het standpunt dat ze toch een maatschappelijke functie hebben. Maar dat moet natuurlijk wel behapbaar blijven. En de bosbaas, wat vindt hij? Nou, om in ieder geval voorzichtig te zijn met het bos. Voorzichtig te zijn met de natuur. Op de paden blijven. En als je hond niet onder appel hebt, hond aan de lijn. Dus laat hem niet door het bos jagen. En zorg ook dat er andere dieren hier nog kunnen leven. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl. Of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.